Panta 1-1. Kan je zeggen dat je het ergens hebt laten liggen vandaag? Laten liggen denk ik niet. Ik denk dat we vandaag niet goed genoeg waren. En daar hebben we denk ik dus laten liggen, als je het zo wilt horen. En, we spelen 1-1. Zij creëren best wel wat kansen. Wij hebben ook wat kansjes gecreëerd. En moet vooral veel beter van onze kant. Dus ik denk als je veel beter bent volgende week, dan ga je ook door. Maar zit dat dan vooral in, dat je beter moet zijn? Vooral aan de bal denk ik, dat we heel slordig waren. Makkelijke balverlies, lage tempo. Daardoor komt zij in het spel. Zij brengen intensiteit. Zij willen voorop met veel spelers pressen. Dat wisten we van tevoren. En daar moeten we beter omgaan. Zijn er dan dingen die je nog hebben verrast vandaag aan het spel van de tegenstander? Nee, ik ben ergens verrast. We wisten van tevoren precies dat dit zou gebeuren. Het lag vooral aan onze kant dat wij gewoon veel beter moeten zijn. En we kunnen veel beter zijn met de spelers die we hebben. En dat gaan we volgende week laten zien. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik moest af en toe denken aan die wedstrijd inderdaad die wij in Southampton speelden. Toen speelden ze ook heel hoog. Dat was misschien nog wel iets intensiever. Het was ook een moeilijk duel. Had jij ook een beetje die gedachte daaraan terug? Nee, ik vond Southampton veel beter. Veel dominanter aan de bal. Zij speelden wat meer vanuit de lange bal, tweede bal. En daaruit kans creëren. En vooral ook in ons pressen. Dus als wij de bal hadden, wij een slordigheidje. En dan zorgden zij dat ze met heel veel spelers eruit kwamen. Toch maak je een goal en ben je heel belangrijk vandaag, de 1-1. Het leek een klein beetje op een vrommel goal omdat hij terugkwam van de keeper, maar omschrijf jij hem eens? Gewoon scherp zijn toch voor de rebound, dat is, daar kan je ook gewoon goals mee maken. En, ik zag Lagdo die schoot volgens mij en dan was een rebound en dan zat ik in de buurt. En ik dacht ook bij de schot van ik moet erbij zitten. En ja, een stukje scherpte. En ja, ik wil gewoon graag mijn bijdrage daarin ook. Ik wil dat verbeteren. Ik wil meer goals maken in het seizoen. En dat is een mooi begin. Belangrijke goal in een hele bijzondere wedstrijd. Want weet je wat voor record je hebt gevestigd? Of evenaard moet ik eigenlijk zeggen. Nee, wat voor record? Weet je het echt niet? Nee, ik weet het niet. Nee. Je bent de speler met de meeste Europese wedstrijden voor AZ. Die plaats deel je nog wel. 45 wedstrijden. Weet je met wie je die deelt? Oh, iemand zei het. Volgens mij... toen ik 200 wedstrijden heb gehad, volgens mij Martin Martens. Waar zei het dan mee toe? Ja, toch? Ja, ja, Martin Martens, ja. Nog één speler. Kiljalins. Oh, oké. Okay. En die hebben allebei? Ja, net als jij 45 wedstrijden, Europees. Maar je hebt nog één wedstrijd te gaan. Zeker, dus bovenaan. Mooie records in een bijzondere wedstrijd volgende week, denk ik. Zeker een bijzondere wedstrijd. En ik wil gewoon met AZ de groep vastzetten. Dat is het allerbelangrijkste, die wedstrijd weer spelen. Mooie tegenstanders loten. En we gaan volledig voor. Ik denk dat iedereen dat heel graag wil. De groep zeker. Iedereen we praten graag daarover. Hoe mooi de wedstrijd kunnen zijn. En wat voor mooie reeks je kan zetten in Europese campagne.